Hoi allemaal, leuk dat je kijkt. Vandaag maak ik op verzoek een video over hoe je deze lekkere fruitshake maakt met de Food Twister. Nou, wat heb je allemaal nodig? Fruit. Het kan eigenlijk van alles zijn. Dit was allemaal fruit dat over is van de chocoladefondue. Nou, dan heb je iets nodig van sap. Dus ik heb dit super sinaasappelsap. Je kunt natuurlijk ook zelf wat persen. Dan heb je een Food Twister of Total Bullet of zo'n apparaat nodig. En kwark. Magere kwark doe ik altijd. Nou, hoe je de shake maakt spreekt eigenlijk voor zich. Schroef de ring van de beker en vul hem met het fruit. Meestal 1 banaan per persoon. En dan ongeveer een halve peer. In stukjes en met het klokhuis eruit en de schil eraf. Dan 2 grote scheppen kwark. En sinaasappelsap tot ruim over de helft. Je kunt nu ook nog ander fruit toevoegen en smaakmakers zoals kokos of chocola of vanille, wat je maar lekker vindt. En dan is het klaar, hoef je alleen nog de snijdop op de beker te schroeven en de shake te maken. En mocht je nou niet zo'n fan zijn van sinaasappelsap, dan kun je hem ook maken met ander sap, zoals dit van rood fruit.